In eerdere reportages hebben wij u kennis laten maken met de uitbreiding van ons prachtige carillon. Het carillon krijgt 12 nieuwe klokken erbij en dat betekent dat het een octaaf extra krijgt. In deze bijdrage komt het installeren van het klavier en het bespeelbaar maken van de bijaard aan bod. Voor de uitbreiding dienden de nodige spullen naar boven gebracht te worden om het klavier en bijaard weer geschikt te maken. Vooral de zware ijzeren balk waar de klokken aankomen kostte de nodige moeite. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben de koppelstangen van de pedalen aan het connecten met de eerste octaaf van de toetsen. En dat komt er al precies allemaal. Kijk, we moeten zorgen dat hij net niet meeneemt, maar toch vrij loopt. Dus we moeten een goede connectie maken. En dat moet allemaal afgesteld worden in één lijn. Straks is wachten het nieuwe stuk, dat is de uitbreiding. Die de kolom toetsen. Ja, dan zijn we nu de connectie naar boven weer aan het maken. Nieuwe dak ervoor gemaakt. Deze balk, je komt hier tussen te hangen. En hier komen dan die gaatjes, hier, deze gaatjes. Komen dan jullie 12 nieuwe klokken op. En dan hangen die straks hier. En dan komen hier aan dit rekje. Dat moet ik nog stellen. Komen dus de tuimelaars. Die dat dan. Ja, gaan aantrekken. Klaar.